delen. En ik doe dat vaak aan de hand van een PowerPoint. Heel veel mensen zijn ook wat visueel ingesteld, ik ook. En ik wil met u iets delen uit Romeinen 5. Iets over jouw boom. Het gaat over Zacchaeus. En ik mag graag luisteren naar muziek. En ik heb enige tijd van het leden een muzikant ontdekt die een aantal liederen op YouTube heeft gezet. En daar ben ik altijd van onder de indruk. En ik heb twee liedjes. Eén een onderdeel van de toespraak. En aan het einde van de dienst heb ik een hele mooie bemoediging van hem. En die wil ik ook graag met u delen. En ik wil eigenlijk beginnen met deze foto. En dit zijn twee mensen die veel voor mij betekenen. Het ene is rechts is mijn vader, die is aan het dementeren. En links, dat is, misschien kennen sommigen hem wel of niet, dat is oude broeder Ottens. B. Ottens, voor mij Esther is hij 94 jaar en ik ben 90. En deze broeder Ottens, B. heet hij, was voorganger van de gemeente daar. En is in zijn 90 bezoekt hij nog steeds om de twee weken mijn vader die in een tehuis zit. En waarom is dat zo speciaal? Omdat hij voor mij een beetje het predicaat heeft gekregen, dienstbaar tot het einde. Hoe oud je ook bent, je kunt altijd voorbeden doen. Je kunt altijd een stuk uit de Bijbel lezen. Je kunt er altijd voor mensen zijn. En wat ik wel mooi van vond, Tamara zei het ook al, liederen dat verbindt aan elkaar. En zij zingen samen uit een bundel geestelijke liederen. Vier, vijf liederen. En je ziet het niet, want ik heb hem een beetje vaag gehouden. Privacy en zo. Hij heeft een loop bij Ottens en dan leest hij een beetje die liederen. Maar ze zingen uit volle borst. Deze twee oude mannen zingen uit volle borst geestelijke liederen. En of het nou klokken of, ik had het hier eens opgeschreven, of het nou glorieklokken is of opwekking of Johannes de Heer. Het maakt niet uit. Liederen, dat verbindt elkaar en je spreekt woorden uit naar God toe en naar elkaar. En het is mooi dat je inderdaad kan zingen met elkaar. En wat ik wel mooi vind, toen ik daar was, want ik kom vaak even op vrijdag naar mijn vader toe. Stelde mijn vader een vraag. En toen, B. Ottens is een evangelist. En die in 5 minuten zette die een korte toespraak neer. Waarvan ik denk van, oh Gerrit-Jan, wat mooi. Ik ben binnenkort, mag ik hier weer wat delen. Weet je wat, ik doe een stukje uit Romeinen 5. Dat wil ik gewoon even met u delen. En wat mij daarin trok, was de passie van deze 90-jarige voor het woord van God. En daar word ik altijd een beetje warm van. Enthousiasme voor het woord van God. Als je dat hoort, dan word ik zelf ook een beetje enthousiast van. Dus ik heb een wat op het scherm gezet. En wat ik een beetje wilde accentueren, heb ik wat gekleurd. En wat ik wel mooi vond, is vers 1. Vers 1 moet je echt blijmoedig gaan uitspreken. Nu wij gerechtvaardigd verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God. Hartstikke mooi dat je dat kan zeggen. Heel erg fijn. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van geloof en we hebben vrede met God. Dat mag je blijmoedig mag je dat zeggen. Mag je hier vanuit de kansel zeggen. Dat mogen we zingen in een lied. Mag je ook tegen elkaar zeggen. Ik heb vrede met God. Door op grond van geloof. Niet op grond van verdiensten. Ik weet dat deze boodschap hier gelukkig vaak vanuit deze kansel naar voren komt. We hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. Wij leven op grond van genade. En dat staat heel mooi in een paar zinnen verpakt uit de Romeinenbrief. Daarom is hoofdstuk 5, nou zijn er heel veel mooie hoofdstukken uit de Bijbel, maar hoofdstuk 5 is sowieso een mooi hoofdstuk. En we mogen ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. Is voor een andere keer. De Heer God heeft mensen geschapen, wilde mensen naar zich toe trekken om straks zijn deel uit te maken van zijn heerlijkheid. Wij mogen genieten van de heerlijkheid van God. En luister is een beetje oud-Nederlands, maar geeft wel heel mooi aan. Luisterrijk, mooi, prachtig. En dan ga ik naar, en dat niet alleen, we laten onszelf voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat de ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Wat ik wel mooi vond, is dat deze twee broeders hebben gezien hun leeftijd ook de bezwaren van hun leeftijd. Ze zijn wat krakkemikkerig, ze zien niet meer zo goed,
Ze horen niet meer zo goed. Ze hebben allemaal hun... ook het leven heeft hun sporen nagelaten. Af en toe hebben ze een kras op hun ziel gehad. En dat hebben we denk ik allemaal. Allemaal hebben krassen op onze ziel. Hebben pleisters geplakt. Dat kun je ook delen met elkaar. En het is mooi dat je weet, als je geloof beproefd wordt, dat je dat loutertje, dat vormpje. En de persoon van de Heer Jezus wordt daarin steeds kostbaarder. Ik wou daar verder niet langer bij stilstaan. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Het is fantastisch dat je mag weten dat door de wedergeboorte Gods liefde in jou en mijn hart is uitgestort. We hebben een bron in ons, een plant in ons, we zijn wedergeboren en Christus woont in ons. En dat is een troost, is dat. Soms kun je wel eens het idee hebben van, dan ben je vaak teleurgesteld over jezelf. Maar dan mag je weten, ja, maar Christus leeft in mij. Ik hoef het niet alleen te doen. De Heer Jezus is in mijn hart. Hij heeft mijn hart veroverd en hij blijft altijd bij mij. Wat ik wel opmerkelijk vond, was de volgende sheet. Want dit is natuurlijk mooi, waarin we enthousiast kunnen zijn. Maar het is ook goed om te weten waar we vandaan komen. En vers 6 en 7 en 8 en 9 en 10 geven eigenlijk aan waar wij vandaan komen. Wat onze menselijke beginselen is. En vers 6 zegt het, want toen wij nog krachteloos, in andere vertaling staat, hulpeloos waren. Het is goed om dat te beseffen, dat het niet allemaal glorie halleluja is. Maar toen wij nog God nog niet kenden, waren wij krachteloos en hulpeloos. Sterker nog, is Christus voor bestemde tijd voor goddelozen, voor schuldigen gestorven. De mens in zijn natuurlijke staat is goddeloos, is schuldig. Door onze zonden staan wij schuldig voor een heilige Vader God. Want, zegt vers 7, bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. Je ziet het in bijzondere omstandigheden wel eens dat mensen zich opofferen in een oorlogssituatie of anderszins voor het leven van iemand anders. Maar God bevestigde zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus aan ons was niks aantrekkelijks. Alleen de Heer Jezus had ons lief. Want als we lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij waren zondaars, wij waren onaantrekkelijk. Maar God heeft zijn liefde bevestigd door zijn zoon te die voor ons gestorven is. En dan vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van zijn toorn. Hele mooie tekst, voor een andere keer is dat denk ik mooi om daar een keer op door te gaan. Want als wij, toen wij vijanden waren, oh, dit is de tweede keer al, ik denk dat het ook nog wel eens een andere keer zal gebeuren. Want als wij, toen wij vijanden waren met God, kun je je voorstellen dat de natuurlijke mens, wij waren vijanden van God. Heel veel mensen in deze wereld, als ze te maken hebben met de Heer Jezus, of wij daarover vertellen willen, of we hebben te maken met een heilige Vader God, dan voelen ze een vijandschap opkomen in hun hart. In ons hart, ons natuurlijk hart, is vijandig naar God toe. Met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Hele mooie tekst. Hele mooi om dit te lezen. En ik ga terug naar het eerste vers. En dat maakt ons ook dat wij liederen kunnen zingen tot eer van zijn naam. Nu wij gerechtvaardigd zijn, verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God. Voor eeuw eens en altijd. De zonde die we gedaan hebben, de zonde die we misschien in deze tijd doen, en die we nog toekomstig zullen doen, zijn verzoend door het bloed van de Heer Jezus. En dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, wat ons fundament is. Genade is een fantastisch woord, dus onverdiend. Dat is een gift van God, een genadegave, zeggen we ook wel eens. En ik vond het mooi dat deze broeder, ik ga nog één keer naar zijn foto, vol passie op 90-jarige leeftijd dit toch nog even deelde. En dan denk ik van ja, dat is wat wij moeten vasthouden. Het woord van God is onveranderlijk. Voor mij is dat zelfs een sheet die ik daarvan heb gemaakt. Ja. Daarom is het evangelie nog steeds actueel.
God is niet veranderd. In alle eeuwigheid is God niet veranderd. De mens is niet verbeterd. We hebben net vier van die dingen kunnen zien. Zondigen, schuldig, krachteloos, vijandig van God. Wij zijn niet verbeterd. Dus is het evangelie niet verouderd. Vroeger en nu en in de toekomst kunnen wij met blijmoedigheid zeggen, laat je met God verzoenen en God geeft in zijn genade zijn zoon. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik hou van de mensenkinderen en ik wil heel graag het offer brengen van mijn leven om hun weer naar de Vader toe te brengen. Dat is eigenlijk het evangelie in de notendop. Deze tekst trouwens heeft heel veel met tentcampagnes en bij mobilisaalcampagnes gestaan aan de ingang van de tent. Dat vond ik een hele mooie tekst, heb ik onthouden. En ik denk van, hey, als ik deze foto van die B. Ottens en mijn vader, wil ik deze tekst ook even met u delen. Ja, en dan wou ik graag naar Zacchaeus gaan. Daar heb ik ook straks een lied over. Zacchaeus vind ik een fantastisch verhaal. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen lezen, anders moet je toch je eigen bijbeltje even openen. Zacchaeus en zijn boom. En eigenlijk gaat het niet alleen om de boom van Zacchaeus, het gaat een beetje ook over onze eigen boom. Ook wij hebben zo'n boom met bladeren waarachter wij ons af en toe eens even kunnen verschuilen. Voor mij, ik ben even de naam kwijt, heeft daar 2 weken geleden ook kort nog even aan gesproken. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte. Omdat hij klein van persoon was en na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Oh, dat is toch mooi, hè? Dat is toch mooi dat hier Jezus voorbij kwam. Hij keek op, hij zag hem en hij zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Hele mooie, krachtige zin, een stuk waar je ook een beleving bij hebt. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die hem zagen, morden onder elkaar en zei, hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Och, dat zie je zo vaak. Als God zijn genade en zijn barmhartigheid en zijn mildheid aan iemand betoont, dan zijn er altijd mensen die daar moeite mee hebben. Die daar last van hebben. Die dat ook dan zeggen. Die een beetje jaloers zijn. Of misschien wel boos zijn. Waarom heeft de Heer Jezus wel... Hij laat zich in met hem en waarom niet met mij? Want ik ook. Helaas is dat zo. De Heer Jezus, en wat ik wel mooi vind, is dat Zacchaeus hem ontving met blijdschap. Daar kom ik zo nog op terug. Zacchaeus ging staan en zei tegen de Heer, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Een prachtige zin. De zoon des mensen, de Heer Jezus, is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat doet mij denken aan een heel oud lied. Voor mij komt het uit Glorieklokken of uit Johannes de Heer, wat we vroeger nog wel eens met elkaar zongen. De vijgenboom. Dit is hem dan. En de vijgenboom is een hele sterke boom. Die, voor mij, als je jouw ouders vraagt of ze een boomstronkje mee willen nemen, dan zijn er heel veel. En vijgenboom is nou ook een boom die bij heel weinig water heel goed en sterk kan groeien. En wat ik wel interessant vind, is hoe harder de wind waait, hoe kouder het is, hoe minder water het is, dan hebben die wortels hebben de neiging, dat zit in die boom, om nog steeds dieper in die grond te gaan wroeten. Om op zoek te gaan naar voedingsstoffen en nutriënten en water enzovoort. Dus hoe slechter de omstandigheden,
hoe meer die wortels zich gaan verdiepen in de grond. En toen ik dat las, dacht ik van ja, zo zou het ook eigenlijk met ons moeten zijn. Dat heeft God ook in de natuur gelegd. Als wij in onze stormen van ons leven zitten, dan is het goed om dicht bij de bron te blijven, bij de Heer Jezus te blijven en het van Hem te verwachten. Hij is het levend woord van God. Hij wil ons altijd voeden. Hij wil ons altijd geven wat we nodig hebben. En daarom is het goed om onze wortels, en een van de wortels is tijd, tijd die we mogen doorbrengen met Hem, zijn woord en zijn geest. En dan gaan wij ook vrucht geven, maar we blijven ook in de storm staande. Nou, en ik vond deze sheet wel even mooi, die ik toen gemaakt heb, deze week. Ik heb me laten vertellen van, ja, die Zacchaeus, dat was natuurlijk een tollenaar. Dat was een hele nare belastingman. Nou, ken ik heel veel leuke, goede belastingmensen. Maar dus het gaat niet om de functie die je uitoefent. Straks zit hier iemand die nog bij de belastingen werkt en dan heb ik daar weer ruzie mee en zo. Maar het gaat eigenlijk om het karakter van Zacchaeus. Zacchaeus was een zondig mens. En hij verrijkte zich ten koste van zijn volksgenoten. En Zacchaeus, en dat zien we vaker in de Bijbel, dat als mensen, we hebben net gelezen wat wij van nature waren, schuldig, krachteloos, vijanden van God, zondaars, dan verwijdert de mens zich van God. Adam was er ook. Adam had gezondigd. En ik weet, was Adam achter een vijgenboom? Klopt dat? Of heb ik dat ervan gemaakt? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Achter een boom, hè? Achter een struikgewas zat hij. Voor mij stond er niet bij wat voor boom dat was. Ja, dat maken wij ervan, hè? Ja. Dat heeft te maken met de vorm van het blad, denk ik dan maar. Maar wij mensen willen ons heel graag verstoppen voor God. En dat doen wij omdat wij ons dan naakt voelen, ons bloot voelen. Wij voelen ons, wij schamen ons daar een beetje voor, denk ik. Maar misschien zijn we ook bang. Waarom verschuilen wij ons achter, wat is onze boom? Voor iedereen is dat weer anders. Angst, trots, zonde, rijkdom, armoede, succes en falen. Ja, ik verplaats mij ook wel eens. Als ik een leven leid, soms, ik heb een drukke baan. Ik vind het leven soms best wel fijn. Ik heb ook al momenten dat het leven niet zo fijn is. Maar als ik het leven fijn vind, dan gaat God vaak wat op de achtergrond. En mijn Bijbel lezen en mijn Bijbelstudie en mijn bidden. En dan merk ik dat ik langzaam van God verwijderd word. En dan heb ik het weer nodig dat ik even daar weer bij bepaald word van Heer God, ik heb hier even te veel de wereld lief gehad. En dan moet ik even dat belijden. Hè? Wij mogen onze zonden belijden. En dan is Hij getrouw om ze te vergeven. Soms is het angst. Misschien ben ik wel bang voor God af en toe. Of trots. Van, ik heb toch de zaakjes wel goed voor elkaar. De Heer God moet ook wel een beetje blij met mij zijn. Ik denk wel eens dat de Heer God toen in mij heeft geschapen van toen Hij mij schiep. Nou, als dat maar goed gaat. Dat denk ik dan wel eens. Het zal dat niet zo zijn, maar ik vind het wel leuk om dat zo te zeggen. Zonde ben ik. Scheiding tussen mensen en God. Rijkdom. Als je rijk bent, ben je onafhankelijk. En dan heb je God niet nodig. En wij in Westen zijn vaak heel rijk. We hebben heel veel dingen afgedekt met allerlei verzekeringen, denken wij. En denken wij ook dat we vaak God niet nodig hebben. Of armoede. Soms kan armoede ook gepaard zijn met trots. Hè? Dat je zegt, nou, ik lijd, ik draag mijn eigen leed. Ik heb het niet nodig dat iemand mij helpt. Dat kan, hè. Succes. Soms ben je zo verguld met je eigen succes. Dat je denkt van, Heer Jezus, ik heb het niet nodig. Falen. Waar je faalt, ik doe het nooit goed. Of mensen vinden dat ik niet goed doe. Weet je wat het geheim is? Het geheim is, laat je door Jezus vinden. Ga eens nou in die boom zitten. Doe die bladeren een beetje opzij. En vraag aan de Heer Jezus in jouw gebed. Heer, wilt u bij mij komen? Wilt u langs mij komen? Wilt u in mijn huis gaan wonen? Kun je eens proberen. Zet je angst, je trots, je zonde, je rijkdom, je armoede, succes, je faal eens opzij. En vraag eens of de Heer Jezus in jouw huis wil komen. Oh. En dan zegt de Heer Jezus zegt dit. Ik vind het een hele mooie prent. Ik kon hem niet scherper krijgen. En dan zegt de Heer Jezus,
kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat staat in Matthäus 11. Dat is de Heer Jezus. Hij geeft dat. Hij wil zichzelf graag geven en openbaren aan jou. In jouw persoonlijke omstandigheden wil hij woning in jou maken. Hij wil bij jou in huis zijn. Wees daar niet zo bang voor dat hij in je huis is. En misschien schaam je je te pletter. Sommige kamertjes van je huis zijn misschien wel niet zo heel erg mooi. Maar hij wil het graag samen met jou opruimen. En hij wil ook jouw huis mooier maken. Hij wil jouw huis, en we weten dat wij een tempel zijn. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hij wil jou weer mooi maken. Hij wil jou weer recht doen. Hij wil eigenlijk dat jij steeds meer ook op die Jezus gaat lijken. Hij wil eigenlijk, dat is een hele mooie zin, moet je maar eens over nadenken, even in jouw biotekst zetten. Hoe zou ik dat even formuleren? Hij wil graag worden zoals God jou gedroomd heeft. Dat is een mooie zin, hè? Heer Jezus wil heel graag dat jij zo je ontwikkelt, zo gaat worden zoals God jou bedoeld heeft, gedroomd wordt. En dat is de Heer Jezus, met open handen. En weet je wat ik mooi vind? Dat is, ik moet even uitkijken voor het opstapje. Dat is dit. Dat is zijn doorboorde handen. Daar heeft hij voor geleden, daar heeft hij voor gestorven. En hij zegt, kijk, ik heb alles gegeven wat ik had. Ik ben tot het uiterste gegaan. Ik ben aan het kruis voor jou gegaan. En ik ben naar de hemel geweest en ik bid daar voor jou. Elke dag bid ik voor jou. Als je nou in die boom zit, doe dan die bladeren eens opzij. En nodig dan de Heer Jezus uit in jouw hart. Of eigenlijk, laat de Heer Jezus bij jou binnen. Het lied wat ik nu graag wil laten horen is van Lars Vergerven. Vind ik een mooi lied. Je kunt hem ook opzoeken op YouTube. En als je hem een paar keer hoort, dan is dat ook een gebed. En dus ik zou zeggen van ja, luister daarnaar. Ja. Vanaf mijn veilige plek wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door kijk ik of ik u al zie. Vanaf mijn veilige plek wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door kijk ik of ik u al zie. Zult u mij zien, wanneer u langsloopt? Zult u mij horen, wanneer ik u roep? Zult u mij herkennen, wanneer u mijn gezicht ziet? Nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. En nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. En ja, ik wil u leren kennen, steeds beter en steeds meer. Vanaf mijn veilige plek zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door hoop ik dat u mij al ziet. Vanaf mijn veilige plek zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door hoop
dat u mij al ziet. U zult mij zien wanneer de nacht slaat. U zult mij horen wanneer ik u roep. En u zult mij herkennen wanneer u mijn gezicht ziet. Nu ik hier was. Je zult nooit teleurgesteld worden als je zijn nabijheid zoekt. Als je in je gebed, in je stil moment naar hem toe gaat en daar al je dingen die je omstrikt, je zonde, je teleurstelling, je pijn en je moeite, hij wil graag bij jou binnenkomen. Je zult nooit je afgewezen voelen. Hij wil altijd bij jou binnenkomen, wat er ook gebeurd is. En dat is mooi, dat is zegenrijk. Vele mensen kunnen daarvan getuigen. Bij Jezus word je nooit afgewezen. Bij hem mag je altijd zijn. Ik kijk even naar Tamara, want die is mijn gids voor vandaag. Voor mij gaan we nu langzaam naar het avondmaal, klopt dat? Ik kijk u even aan, broeder Balt. We hebben nooit elkaar contact gehad. Zou u samen met mij het... Ja, dat is wel mooi, ja.